Friday hier te zijn, de audiovisuele neerkort van de laatste 3 maanden op de KO, de Grote Hogeschool. En zoals je bij elkaar verwacht, is het ook deze show bundel. Welkom. We gaan een kijkje nemen in de storing van Sint Lucas. De studenten kunnen daar hun allerbeste punten komen en op het grote publiek. Onze punten zullen uitbreiden op campus Groenplaats, wat het doen valt en wat je kan eten en drinken in de buurt. Ik heb ook dat met de ploeg de tijden in stilmes op waren, zoals bij een drinking op van de stof. Onze campus zullen een dag in de skiën in de landen afdekken. Super onstroom, want ook de apostie die er ook bij. En we gaan ook eens met ons kijken naar de leven in een vader land in theatervoorstelling voor de studenten en gezondheidszorg. Maar we beginnen nu met een allereerste gast. Jannick Moorstal is zijn naam. Hij is student pedagogie van het Jonge Kind hier op KBG. En hij kan iets, waarschijnlijk kan hij wel meerdere dingen. Maar poëzie is zijn passie. En we zoeken hem om een van zijn gedichten hier langs te kunnen brengen. Jannick Moorstal. Ik wil het niet. Ik weiger. Ik zal het ook niet doen. Ook al geefde mij meer dan 10 miljoen. Ik doe het niet. Ik protesteer. Zet het maar uit je kop. Ook al geefde mij de allerleukste job. Ik stop ermee, ik refuseer en ik doe mijn deuren dicht. En dan zeg ik je, heden geen gedicht. Dat was er eentje om over na te denken. We roepen hem er even bij. Jannick, kom maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Ja, zeker. Blijkbaar wel. Ik zag je net bezig. Vrij intrigerend. Kan je even samenvatten waarover je werk als dichter juist gaat? Het gaat over tegenstellingen, over al dan niet een dicht schrijven. Ik ben aan het dichten terwijl ik eigenlijk zeg dat ik geen gedicht wil maken. Dus dat is, ik vond het een leuke speling. Dichten op metaniveau? Ja. Ongeveer, ja. Wanneer ben je begonnen met dichten? Zo'n goede 13 jaar geleden. Op mijn 12 heb ik mijn eerste gedichten geschreven. We betaald nog met Belgische franken toen? Ja, absoluut. Ja. En is je werk ook geëvolueerd in die periode? Ja, naarmate dat je zelf verandert en opgroeit, wijzigt je stijl ook wel een beetje. Ja. Ik schrijf over wat ik meemaak en zie en mijn bedenkingen op het leven. Dus natuurlijk verandert dat wel een beetje. Mm-hmm. Ja, je studeert op Karel de Grote Hogeschool ook de pedagogie van het jonge kind. Kan je die gedichten die je maakt daar ook inbrengen in die opleiding? Ja, absoluut. Zowel in mijn taken als op stageopdrachten kan ik die creativiteit en dichterijen wel gebruiken. Ja. Stageverslagen, dat worden gewoon rijmlarijen. Ja, tot de grote ergernis van sommige docenten, maar absoluut. Ik kan me voorstellen. Nu, gedichten, poëzie kan je op heel veel verschillende manieren naar buiten brengen. Je kan het brengen, zoals je daarnet deed, maar je kan het ook online zetten, je kan dichtbundels schrijven. Hoe breng jij je werk naar buiten? Voornamelijk ben ik een fervente Facebook-notitieposter, dus ik heb er daar al iets meer dan 100 op staan ondertussen. Die deel ik graag met de mensen die ze willen lezen. En ik ben ook aan het proberen om toch mijn eigen gedichtenbundel uit te brengen. Ja, en daarnaast organiseer je ook een soort van platform waarop er plek is voor poëzie, live performance. Klopt. Dat is elke maand organiseer ik een open mic evenement, You on Stage genaamd. Mm-hmm. Waar iedereen die iets op een podium met een microfoon wil doen, welkom is. Als het wordt, maar wordt gehoord. Is onze logan. Als het woord, maar wordt gehoord. Dat is er ook eentje om over na te denken. Jannick, bedankt. Straks komen we nog even naar jou terug met een ander gedicht. Ondertussen gaan we verder nadenken bij een reportage van het departement gezondheidszorg. Want daar veranderde de grote aula een paar weken terug in een echte theaterzaal. Dat is natuurlijk
grondig voorbereid op het professionele leven na de studies. Bijvoorbeeld met de masterpublicatie die een paar weken terug werd voorgesteld. Het is een echt boek waarin alle masterstudenten hun masterproef kunnen voorstellen aan een gigantisch groot publiek. De toekomstige leerkrachten van Vlaanderen in Kortrijk, of die Australië aanwijzen op de kaart was of weten wie Jasper Alfat is. Het maakt allemaal niet uit, algemene kennis zouden de onderwijzers in Spanje niet meer hebben. Maar natuurlijk niet bij ons op FNV, nee, hier studeren alleen maar talentvolle, ambitieuze en wereldse jongeren. Maar daarnaast wordt wij ook nog individueel voorbereid op het leven als onderwijzer. Maar het onderwijs op maat. Dat is daarover in de volgende reportage. We zijn 4 jaar geleden begonnen met onderwijs op maat. We stelden op een bepaald ogenblik vast dat er een kloof was tussen wat wij als lerarenopleidingen verwachten van instromende studenten en de startcompetenties van die studenten. Het concept van onderwijs op maat, zoals we het in de lerarenopleiding hebben uitgerold, is eigenlijk een heel eigenaardig concept. Studenten die bij ons binnenkomen als eerstejaars, nog voordat die 1 les hebben gekregen, laten we die al examens afleggen. Klinkt misschien raar, maar dat heeft er grotendeels mee te maken dat we willen kijken hoe sterk de basiskennis die ze nog hebben van het middelbaar er toch nog in zit. Er zijn 3 belangrijke principes om onderwijs op maat te schetsen. 1, dat is design for all. Dat wil zeggen, alle studenten moeten van elke actie die we ondernemen kunnen profiteren. Ten tweede, we willen de slaagkansen van de studenten vergroten. Ten derde, we willen ervoor zorgen dat studenten ook zicht krijgen op hun eigen leerproces en dat we ze dus niet met een kluitje in het riet sturen. En ten vierde, dat ze op een bepaald ogenblik ook een stuk hun leerproces in die zin kunnen gaan oriënteren en richten, dat ze ook een antwoord kunnen geven op aan welke competenties moet ik nog werken, moet ik nog kunnen bijschaven. En dat is toch wel een heel belangrijke factor. In het begin scoor ik heel slecht voor de testen. Maar door klik te volgen is het eigenlijk enorm verbeterd, want ik ben nu geslaagd voor de testen. In het begin had ik 33 en nu heb ik 75, dus ik ben eigenlijk heel blij. Ja, je leert zelf ontdekken hoe ver je al staat, wat moet je nog bijschaven, dat kan ik al, dat kan ik nog niet. En dan is dat wel eigenlijk heel gemakkelijk. Je ziet echt meteen, dat moet ik echt nog wel bijstuderen. En dan, ja, dan heb je dat ineens de volgende keer mee en dan moet je dat minder studeren op het vak zelf dan. Voor de meerdere hielers over is hier stelpunt. Ik moet even kijken door de beleidscoördinator onderwijs hier op de Goedemiddag. Ik ben de Koolen, alvast. Wil je uitnodigen omdat dat wel een vrij uniek gegeven is, dat onderwijs op maat plan.
Was het nodig? Hadden deze studenten dit nodig? Ja, dat was een beetje uit Vlaanderen. Zoals in Vlaanderen is het gelijk met heel veel andere landen in Europa en in de wereld. Dan is de toegangsproef op eindexamens, dat is allemaal eindexamens, dus ook voor de onderwijsplek, dat is echt een goed geval. Waar ik kom in de pluspunt, dat wordt niet het punt, maar je maakt wel dat er een heel gedichte inspraak is in het eerste jaar van het volgende onderwijs. En daarom willen we dat meer aan de slag gaan, zodat iedereen weer op maat kunnen beginnen. Ja, het is heel concreet, punt tot neer. Je komt een leerkracht worden aan de Kamer van de Hogeschool. Je doet aan het begin van het academia, het eerste academia, de leerkracht van het post. En dan krijg je een soort van oriëntering, waardoor je een aantal dingen moet bijschaven. Ja, klopt niet dat het niet eens is, dat een aantal verschillende mensen, bijvoorbeeld voor wiskunde, bijvoorbeeld voor kans, en voor elke keer krijg je een resultaat. En het resultaat bepaalt welke leerfinale waar je op gericht wordt. Ja, dat is niet meer de hoogste tijd dat je dat in acht ligt. Moet je het doen met de les? Jawel. Moeten is een beetje een vreemd woord, denk ik. Want eigenlijk kies je zelf of je wel of niet staat. Wat ook een grote voordeel vindt, is dat studenten gewoon een zwaardig ondersteunend en wat krijgen. Studenten krijgen de kans om meer ondersteund te worden om uiteindelijk een goede resultaat te halen. Ja, dat is ook gewoon heel belangrijk. Is het niet in Vlaanderen onderwijs het nog aan krijgen? Ja, zeker op deze manier. Wat nou meer gebeurt in de regelopleiding is dat studenten die dat jaar een aantal testen kunnen doen om te kijken waar ze staan. Maar de manier waarop wij ermee omgaan, de manier waarop wij de schone zaken aanbieden als studenten, dat studenten die niet meer in Vlaanderen mag. Is het dan weer tijd voor studie?
nieuwe showroom van Sint Lucas is onlangs geopend. Het is een heel inspirerende plek waar werk van studenten door een echte curator wordt tentoongesteld. En onze reporters die doen kijken naar dit gesprek. Thank you.
Ik word dus in de bioscoop. Uitnodiging van het RTV is de ideale gelegenheid om een van de 10.000 studenten die hier naartoe gaan in de spotlight te zetten. Het is niet zomaar een student, maar iemand die naast zijn of haar studies ook nog bezig is met iets zeer bijzonders. En vandaag is dat Stefanie, student van Media Management. Om te praten over de combinatie tussen werken en studeren. Ik ben er
Een geroezemoes van kinderklanken dringt door tot diep in mijn hoofd. En het gevoel dat ik ervan krijg, kan ik onmogelijk vertalen in verstaanbare woorden. Soms denk ik, ai, het loopt mis. De kinderen zijn elkaar echt aan het afmaken. En dan grijp ik in. Want dat is mijn taak. Dat is mijn job. Dat is mijn geweldige verplichting. Een geroezemoes van kinderklanken dringt nog steeds door tot diep in mijn hoofd. En het gevoel dat ik ervan krijg, kan ik onmogelijk verwoorden in verstaanbare taal. Andere keren gaat het beter en ben ik vertederd door die immense, natuurlijke, begeesterende exploratiedrang. En ik speel mee, want dat is mijn taak, dat is mijn job, dat is mijn geweldige verplichting. Een geroezemoes van kinderklanken klinkt altijd tot diep in mijn hoofd. En het gevoel dat ik ervan krijg, kan ik onmogelijk vertalen in verstaanbare woorden. Dan zit mijn job erop. Ik verlaat het pand en ga naar de tram. En op de tram, ja, daar kom ik weer kinderen tegen. En ik ga ermee in interactie. Dat is niet mijn job. Dat is ook niet mijn taak. Maar het is wel een geweldige verplichting. Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het
En dan stel je zelf als DJ, want het is heel veel spaal, steeds meer. Zou je zeggen, het is wel een band voor de kwaliteit. Ik dacht dat ik het was, waardoor ik toen nog ook eventjes een kopje van mijn vader kon halen. En dat ik het gelukkig heb, dat ik het combineerd voor het team. En die hebben ook gepikt. Alles kunnen combineren voor de afstelling. Mensen kunnen ook boeken. Ja, ze kunnen daar boeken. Thank you.